Ik verwacht dat we dat hier ook gaan krijgen. Dat we zo af en toe een energielockdown of een klimaatlockdown gaan krijgen. En al in het jaar 2070 is de mensheid 300 tot 500% rijker dan nu. En als we jaarlijks 2% van het bbp van de wereld uitgeven aan aanpassen aan klimaatverandering, is helemaal niks aan de hand. En hebben onze kinderen en kleinkinderen een fantastisch leven. Het is ook rampzalig. We hebben dit prachtige land kapot gejuridiceerd. Iedere oorlog komt uiteindelijk ten einde, ook deze. En ik hoop dat die komend jaar, het zal niet, niet zo snel vrede worden, maar een bevroren conflict wordt. Ik noem dat Randstad en versus Randland. Ja. Dat is over de hele wereld een beweging. Stedelingen zijn anders dan plattelanders.